De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Ja, dan schrijf ik dus wat er op de dag van de wedstrijd allemaal gebeurt hier op Zuid. Hè. Dus interviews met supporters. Waar ze gaan kijken, thuis of in de kroeg. En wat ze denken van de uitslag, wat het gaat worden dus. Enfin, het gaat heus alweer in hoor. Schuit en guit, Nel, die worden opgerold. We gaan erin met boter en suiker. 6-0 voor die Schotten, dan mogen ze nog blij zijn. Nee, ik hoop ze zeggen hier nou, maar ik denk dat Feyenoord een hele goede kans maakt. Want die Willem van Hanegem is momenteel in wereldvorm. Willem van Hanegem, mijn schoonmoeder is sneller. Weet je hoe dat ze hem noemen? De Kromme? Nee, Stoffel de Schildpad. En dan kijk je natuurlijk ook hoe de riool zijn eigen houden in de rust. Hè? Want dan gaan natuurlijk al die mensen die gaan dan naar de wc. Dus er wordt er een kwartier lang buiten categorie doorgetrokken. Ja? En dat is minstens zo spannend als de wedstrijd zelf. Spannend? Ja. Vorige keer met de halve finale tegen Legia Warschau, weet je niet, is er onder de koolsingel, onder het stadhuis, is er een pijp gesprongen. Zo. Ja, en toen heb ik Koos Voormuilen persoonlijk, met zijn buik. Koos heeft natuurlijk zo'n enorme pens, ja. Je hebt dus drie kwartier lang met zijn buik dat gat dicht staan te houden. Zal wel. Ja, is hier nog de burgemeester Thomas hemzelf onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning. De Wolfert van Wiezenpenning? De Wolfert van Borselenpenning. Nooit van gehoord. De stichter van de stad. Van welke stad? Van Kopenhagen. Kopenhagen? Rotterdam, Jaap. Dat is de hoogste onderscheiding die je kan krijgen. Oh, en dan krijg je hem zeker op de Euromast. Die krijg je als je heel veel hebt betekend voor de stad. Churchill heb hem ook. Wat heeft die dan voor de stad betekend? Niks. Oh, laten ze hem maar mij geven. Aan jou? Ik zit al 25 jaar op de bus. Oh, vandaar. Door weer en wind, hoor. Hoeveel keer denk je dat deze jongen de tunnel al onderdoor is geweest? Nou? Nou? Meer als Churchill. Ja. Waarom ga je eigenlijk niet naar Milaan zien? Nou, ik zou wel willen, maar ik krijg een kaartje. Jij niet, je bent journalist. Dat schijt eruit, Nel. Je denkt toch niet dat ze in Italië van de belachelijke Rio-krantje van Simon Stokvis hebben gehoord? Juist wel, juist wel. Dat is juist het probleem. Want ik heb vorig jaar een uiterst kritisch stukje geschreven over de riolen van Milaan. En dat hebben die gasten mij niet in dank afgenomen. Wat was daar dan mee? Nou, daar hadden ze sinds de middeleeuwen niks meer aan gedaan. Nee, vind je het gek? Italianen, te lui dat ze uit de ogen kijken. De persdrukverhouding bij ons, die voldoet aan de laatste Europese eisen. Maar bij hunnie spuit alles nog regelrecht in de po. Zitten die nog op de po? Ja, allemaal, ja. Jongen, jongen, jongen. Uitvinders van de stiletto. Maar van een toiletpot hebben ze nog nooit gehoord. Nou, ik ben blij dat ik niet hoef. Niet hoef? Na die wedstrijd. Nou, ik zou best wel willen, hoor. Kijk, er 3 dagen gelopen op te houden. Ze schijnen daar prachtige winkels te hebben. En qua mode is Italië natuurlijk de beste van Europa. Papa. Ja? Je komt te laat voor kegelen, hoor. We zijn al weg. Heb je spaghetti op? Ik vond het niet zo lekker. Nee, natuurlijk vond je het niet zo lekker. Hoor je dat, Stokvis? Hij vond het niet zo lekker. Die vader van jou, die heeft een grote mond, maar koken kent hij niet. Nee, hij heeft zelf gekookt. Hè? Ja, hij kookt dus een vorst. Vorige week bijvoorbeeld heb je of zo boeken gemaakt, die kokers. Nou, dan kennen ze bij Napoli een puntje ons uit. Ja, dat zal wel. Jaapie, ome Jaap heeft zijn gehaktballetje laten staan. Wil jij hem? Als hij er maar niet heeft aangezeten. Toch ben ik bang dat het een afgang wordt. Die Celtic, dat is een wereldploeg. Ja, natuurlijk wordt het een afgang. Dat Feyenoord kan het nooit bijbenen. Nou, inderdaad. Fysiek leggen die Schotten lichtjaren voor. Ja, die trainen daar in die hooglanden met die kou. Nou, dat wil je wel. Dat is nadeel, hoor. In Milaan is het natuurlijk behoorlijk warm. Maakt voor die Schotten niks uit. Die merken dat niet eens. Die zitten tot hier vol met de whisky. Hij wel, dat zijn sporters hoor, die drinken niet. Schotten drinken allemaal hoor. Die krijgen die whisky van kind af aan met de moedermelk mee. Die linksbuiten van hun, die Jimmy Johnstone, die schijnt niet te houden te zijn. Nee, natuurlijk niet. Beul van een gozer. Juist niet, Jacobus. Dat is zo'n veentje, man. Die loopt overal zo tussendoor.
Die noemen ze niet voor niks de Vlo. Oh, nou, dan krijg je de Vlo tegen de schildpad. Die van Hanig heeft iemand op begin als die Johnson al klaar is. Nou, Piet Romein die staat op hem, die is wel in wereldvorm. Piet Romein, die voetbalt alsof hij vergeten is de dozen van zijn schoenen te halen. Oké, okay, mannen, even poelen. Piki de man. Karel? 1-0 voor Feyenoord. Jongen, jongen. Hendrik? Hou ik het op een gelijk spelletje? 0-0. Jongen, jongen, jongen. Dan krijg je verlenging. Ja, maar we doen het dus ook inclusief de verlenging. Paco? Feyenoord gaat dan winnen. 2-0. Jongen, 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 jongen. Ja? Jongen, jongen, jongen. Ja, maar wat wordt het? 6-0 voor Celtic. Mag ze de handjes dichtknijpen. Oké, en dan zeg ik 2-1 voor Feyenoord. Nou, ik hoor het al. Je kan die poe gelijk beter aan mij geven. Mannie! Kokkie! Hey Kokkebok, wat zeg jij? Feyenoord Celtic? Nou, daar kom ik voor. Ja? Even snel vergaderen, want ik zit met een noodslag. Oh, heel. Woensdagavond staat natuurlijk die wedstrijd van ons tegen Vlaardingen vooruit. Ja. En nou hebben ze gebeld en dan willen ze die wedstrijd verplaatsen naar volgende week. Want ze willen allemaal naar Feyenoord kijken. Helemaal niet. Kegelen gaat voor alles. We gaan er niet de competitie ondersteboven gaan lopen te gooien. Ho, 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 ho. We zijn met z'n allen. Daar wil ik wel even netjes over stemmen. Nou, ben ik dus tegen. Feyenoord verliest toch. Lekker makkelijk, hoef je niet te kijken. Alle stemmen werken toch niet, want ze komen niet. Hé? Hé? Ze rekenen op onze sportiviteit. Als wij ook gaan kijken, is er niks aan de hand. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik ben voor. Schijn nou toch uit, Hendrik. Paco? Voor. Schijn nou toch uit, Paco! Karel? Ah, ik wil die wedstrijd ook wel graag zien. Schijn nou toch uit, Karel. Siem? Nou? Ik ben tegen. Hé? Natuurlijk! Kijk, ze komen toch niet. En als wij nou zeggen dat we wel willen spelen, worden wij door de bond als winnaar uitgeroepen. En dan gaan we toch gezellig hier al met z'n allen zitten te kijken. Hey. Ja, dat is toch niet eerlijk, mensen? Nee, natuurlijk niet. Maar dan winnen we eindelijk wel een keer. Dat is dan aangenomen. Jongen, 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 jongen. Ik ga ze gelijk even bellen. Wat heb je eigenlijk voor noodslag? 8 dode schapen uit Pernis. Die hadden buiten gestaan met alarm fase 3. Ingewanden voor mijn kok. Ja. Gehak voor volgende week. Ah! Zie. Ik vind dat voetballen wel aardig, maar ze zijn maar zelden aantrekkelijk. Nou, Willem van Hanegem. Willem van Hanegem met die kromme poten van hem. Weet je wat ik zo leuk aan Van Hanegem vind? Dat accent. Accent? Ja, hoe die praat. Ja, ik weet wel wat een accent is. Nou dan. Wat is daar zo leuk aan dan? Nou, van de week was hij op de radio en toen zei hij... Straks, in Milan, ga ik mijn hele trucendoos open. Dat vind ik zo leuk. Dat is Zeeuws. Nee, Utrechts. Utrechts? Hoe weet jij dat nou? Mijn eerste vriendje kwam uit Utrecht. Die heb ik ontmoet op de Dom. Echt waar? Ja, heb je van die excursies. Deed hij de rondleiding, was ik de enige. Nou, toen hebben we samen van het uitzicht staan te genieten. Oh, dat was mooi. Ja, dat weet ik niet. Dan keek ik alleen maar naar hem. Oh. Hé? Omdat hij op hem viel. Wie? Bas. Op Willem van Hanegem? Op Herman. Herman? Die gozer. Welke gozer? Waarmee die op de Dom stond. De Dom? In Utrecht. Ja, ik weet wel waar de Dom staat. Nou dan. Herman van Veen? Joh! Ja, die zat toen nog op het conservatorium. Viool. Viool? Ja, met zo'n strijkstok. Ja, ik weet wel wat een viool is. Nou dan! En daar viel hij dus op. Wie? Ik. Oh, lekker fris. Nou, inderdaad. Het was behoorlijk koud erboven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet u nou hier? Ja, ik moet toch ergens zijn? Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, sorry, maar wat kan ik voor u doen? Zou u onze shirts kunnen wassen? Zijn dat de Feyenoord-shirts? Jazeker. Normaal gesproken bracht ik ze iets verderop bij de zaak. Edelwijs heette die, geloof ik. Maar ja, als we ze terugkregen, ellebogen groen. Dus op een gegeven moment zei Gappel, Willem, ga jij nou eens kijken of dat ergens anders niet beter kan? Ah, en toen dacht u aan ons. Zeg maar jij. Willem. Nelly. Nou, Nelly, als jij zo was, als dat je eruit ziet,
Dan lopen we de woensdag picobello bij. Dankjewel hoor, Willem. Hallo, dat is mijn vrouw daar hoor. Stoffel. Echt waar? Ja, dat is echt waar, ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou, Willem, voel me hartstikke vereerd hoor. Wanneer moet ze klaar zijn? We vertrekken vanmiddag met de bus, rijden de hele nacht door en dan zijn we dinsdagmorgen in Milaan. En jullie vertrekken vanuit de Kuip? Om 4 uur. Kom ik ze hoogst persoonlijk bij je brengen. Nel, dat zou geweldig zijn als jij dat zou doen. Jonge, jonge, jonge Nel. Dat Feyenoord Celtic, dat wil wat. De hele stad heeft het erover en op de beurs ook allemaal. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord. En wie of dat er meedoen, weet je niet en wie niet. En of Eddie PG in de goal staat of Eddie Treitel. Allebei Eddie, dus wat maakt het uit? Maar ja, het wordt natuurlijk ook niks, want er schijnt nog een buitenlander mee te doen. Overkindval, nou, die kan natuurlijk niemand verstaan. En nog een of andere Oostenrijker, Haziel, nou, die kan natuurlijk alleen skiën. En dan maar praten over hoe het de opstelling zal zijn. Weet je niet, 4-2-4 zeggen ze. Ik zeg, heren, mag ik u er even op wijzen? 4-2-4, maar met z'n tienen. Zul niet te geloven, Nel. Heel de stad in rep en roer voor een voetbalwedstrijd. Hey, Nel, voor een voetbalwedstrijd. Alsof er geen belangrijkere dingen op de wereld zijn. De Nel is naar Milaan. Hé? Er ligt een briefje op tafel. Een briefje? Lieve Jaap, Willem was zo tevreden dat ik mee mocht. We zijn met de bus even langs huis gereden en ik heb Jaapie gevraagd om een paar daagjes voor je te koken. Ben donderdag weer terug, liefst Nel. Stoffel de schildpad. Ik trek de kop van zijn romp. Si. Si, si. Si, pronto, pronto. Grazie. Nou, mannen. Als het allemaal goed gaat vanavond, Koemelijn doet niet mee. Hè? Heb ik op de training een doodschop gekregen van Rinus Israël. Zo, nou, daar zijn we lekker mee. Dat was een collega van mij, van de Milanese Bruno. Milanese Bruno? Ja, de bruine Milanees. Die is bij de training geweest. Als ze Meccano al gaan lopen te slopen. Mm-hmm. Wie speelde dan? Ja, dat wordt lastig, want Ruud Geels hebben ze thuis gelaten. Maar Eddie PG staat in de kool. Nee, hè. Nee, hè. Eddie Treitel is toch veel beter, man. Hoe kom je daar nou bij? Ja, natuurlijk. Die is oom. Dat is een oom van Greet ook. Nou, die zegt het ook, hoor. Goed, dan krijgen we van Duivenbode, Lazaroms, Israël, Romein. Dan krijg je in de midden Jansen van Hanegem en Haziel. Rechts buiten natuurlijk Weri. Kien van natuurlijk met voor, maar links dus een vraagteken. Ja, zonder Moulijn hoeven ze niet eens te beginnen. Nou, Karel, dat zeg je nou, maar ze hebben een geheim wapen. Wie dan? Ja, Nel. Nel? Ja, die is mee. Mee? Jazeker. Met Feyenoord? Hey Jaap, leg jij het hier even uit. Nee? Nou, dan doe ik het wel even. Ze hebben de shirten gewassen en daar waren ze zo buitengewoon over te spreken. En vooral van Hanegem natuurlijk, dat ze mee mocht. Hé hey Jaap? Jo, gefeliciteerd man. Bordje spaghetti? Lekker joh, spaghetti Milanese. Lekker met tomatensaus? Joh, daar hoef je toch niet over in de war te zitten. Die van Hanegem, die is gelukkig getrouwd. Nou... Ja, truus toch? Jawel. Zij is gelukkig en hij is getrouwd. Simon Stokvis. Ja. Jij was toch mijn vriend? Ja. Zou je dan niet eens een beetje met me meevoelen? Ook dat? Ja, dat ja! De vrouw van mij die loopt met die Stoffel daar in dat Milaan. Wie weet wat er gebeurt. Joh, die gasten die zijn alleen maar met de wedstrijd bezig. Zij denkt. Nee, maar dat zeg Henk alleen maar om je gerust te stellen. Fijne collega's. Ik eet wel op de bus. Ah, kom nou vanavond gezellig naar de club. Kijken we met z'n allen. En dan zit jij ook niet alleen. Ik blijf vanavond thuis en de televisie komt niet aan. Kijk je
eens, mannen. Over heerlijke kievalbal. Heel lekker. Lekker, bij een biertje krijgen, maat. Twee jongens, we gaan beginnen. Het is de wedstrijd van mijn leven. Ik heb al jaren een seizoenkaart. Goh, weet nog goed, de eerste keer. Ik liep mee aan de hand van mijn vader. Jammer dat hij het niet meer mee kan maken. Hij is vorig jaar overleden. Oh, nou, die ingewanden heb ik gemist. Kok! Je vrouw, Noordslacht. Nee, Een politiepaard. Is verdronken in de tweede petroleumhaven. Maar je moet opschieten, want het is al in ontbinding. Laat toch zitten, kok. Wedstrijd van je leven. Helaas, kan ik mijn zaak maar sluiten. Ik heb een contract met de gemeente. Ik moet 24 uur per dag paraat staan. Anders raak ik mijn slagbewijs kwijt. Hij woont, kijk, kom maar. Kom maar. Ja, ja. Kijk, ze komen op het veld. Een gejuich. Snel! Ze mag op de bank. Wat? Ongelooflijk, joh. Ze zit gewoon naast Hoppel. Wat is ze toch een mooie vrouw. Ja, wat doe jij dan? Die wanenrem, die is niet gek, hoor. Ja, zet je televisie aan. Nel is in beeld. Wil je wegwezen? Vader van jou, nagel aan mijn doodkist. Ze laat hem allemaal in de steek. En niet alleen allemaal, ook mijn collega's. En mijn zogenaamde beste vriend. Ze klap op de vuurpijl ook nog mijn vrouw. Jaapie, dat is toch niet normaal? Dat is heel normaal. Hé? Dat heet ontrouw. Hé? Daar gaan alle boeken toch over? Dat is toch geen overtreding, scheidsrechter? Ja, hij raakte hem wel. Je toch niet voor te fluiten? Jongens, die wordt heel link. Die Tommy Gemmel heeft een vreselijk schot in zijn poten. Een klein tikje naar achter en Gemmel. En score. Oh, dat is jammer. Zag je die scheidsrechter? Die liep in de weg. Is omgekocht, is Italiaan, hoor. Lobello. Krijgt hij natuurlijk een krat whisky voor. Jongens, niet om het een of ander, maar Eddie PG ging niet vrij uit. Nee, hij zag hem niet komen door die scheidsrechter. Eddie Treitel had hem gehad. Lult er niet zo stom, Karel. Wat weet die oom van Greet nou van voetballen? Nou, die heeft al jaren lopen bekken in Naaldwijk 2, hoor. Zo, dat zal een kanje geweest zijn. Jongens, kijk een fijn, hoor. Kijk, ja. Hier. Ik keek de tafel langs en toen sloeg het ineens door me heen dat die lange, slappe slungel die naast haar moeder zat, omdat hij hun beste zakenrelatie was, gewoon over al die half lege vreten borden en schaaltjes en glazen heen, met zijn kauwgom glimlach met mijn Olga zat te flirten. En ze flirtte terug. Hè? Ja, ze kwam tekort. Tekort? Liefde. Hè? Misschien tante Hel ook wel. Je weet wat dit betekent, Jaapie. Ja. Je weet wat dit betekent. Ja, oom, ja. En laat je hier voorlopig niet meer zien. Nee, oom, ja. Mag ik dan wel een toetje? Ja! Sterker, mannen. Hé, hey. Hoe lang nog? Een paar minuten. Zo blijkt hij pinantisch. Ja, en dan ben je mooi klaar met die Eddie PG. Schijn er toch uit, man. Nou, die Eddie Treitel die oefent elke week een hele middag met die oom van Greet alleen op penalties. Zo, dat is een mooie bal, Israël. Ja. Hé, schoon maar eens, dat is wel zo! Hoe zou jij dat dan vinden, Bas?
Dat jij hier staat te werken met Adrie, dan komt er een voetballer binnen en dan gaat hij ineens mee mee. Adrie valt niet op voetballers. Nee, ik bedoel bij wijze van spreken. Als het nou een balletdanser was. Dat bedoel ik. Of een zanger. Ja, dat bedoel ik. Rob de Nijs bijvoorbeeld. Rob de Nijs? Die zanger. Ja, ik weet wel wie Rob de Nijs is. Nou dan. Valt Adrie op Rob de Nijs dan? Overal foto's van Rob door het hele huis. Dat meen je niet. Op de wc zelfs eentje in zijn zwembroek. Hé? Ligt hij zo achterover op zijn motor? Echt waar? Ja, ga maar kijken. Ga eens uit. Maar oké, als dat zou gebeuren. En Adrie gaat dus met hem mee. En hij blijft bij hem slapen. Zou ik dat dan erg vinden? Tuurlijk. Nee. Niet? Als ze maar niet verliefd wordt. Verliefd wordt? Ja, dat is natuurlijk het gevaar. Oh ja, joh? Natuurlijk. Als je het met Rob lekkerder vindt als met mij, dan is het zomaar gebeurd. Heel. Maar die kans is heel klein, want als er iets goeds is tussen ons, is het wel de seks. Wel. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Hij staat onder de douche. En dan heb ik een rode zakdoek over het bedlampje gehangen, voor de sfeer, hè. En dan zit ik op de kast, en dan weet hij wel, maar hij doet alsof hij dat niet weet. En dan komt hij de slaapkamer binnen, en dan gaat hij op bed liggen, en dan zegt hij, vogeltje, waar zit je? En dan doe ik zo, en dan zeg ik, chillop, chillop, en dan duik ik zo bovenop hem. Chillop, chillop. Ja, of roekoe, roekoe als ik een duif ben. Dus nee, ik hoef me nergens zorgen over te maken. Jongen, 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 dat heb ik zeg. Hey, kom ik daar, staat het hele elftal, ja, met die cup op het bordes van het stadhuis. Staan er 100.000 mensen op de koolsingel, zeg hé. Hey. Ben ik er never nooit niet bij kunnen komen. Dus nou heb je geen foto? Moet je nagaan. Voorpagina zonder foto. Tada! Buonasera. Tante Nel, ben u het echt? Helemaal. En Nel, is dat hem echt? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? De echte mag de hele week in de zaak staan. Hoe kom je aan die kleren? Van Willem. Van Willem? Willem van Aardigheb. Ja, ik weet wie Willem is. Ik heb de hele dag lopen winkelen in Milaan. Ik mocht kopen wat ik wou van Willem. Hij zei, zonder jou hadden we nooit gewonnen. Nou, die Kooijman, jij hebt heel wat uit te leggen. Oh ja, joh. Ik wil exact weten wat er gebeurd is. Gaat je geen bal aan? Hé? Nou ga ik naar bed, want ik heb nog een hele hoop in te halen. Even. Voorpagina,